Goedemorgen, vriend. Vriend Kok. Enne? Wat hebben we druk gehad van de week, hè, jong? Ja, met de stadswandelingen, hè? Dat was behoorlijk druk, hè, maar Nina? Maar was wel leuk. Ah, Nina. Was wel leuk met de Wings, toch? Ja, het was zeker leuk met de Wings. Vond ik ook, ja, lekker. Dat zijn tenminste, dat zijn tenminste mensen die aandachtig luisteren. Ja, dat vond ik ook. En die zelf reacties geven. Ja, want toen ik vroeg wie is er alles bij Domani geweest, toen zei ze, ik ben ook bij de Volona-zaal geweest. Ja, geweldig, hè. Nou, ik vond het wel leuk, moet ik echt zeggen. Hé, maar... Ja, begin maar. Hebben we wethouders nu? Zijn die vijf, nou bekend? Hè? Ik was er één vergeten. Ik zag maar vier namen staan. Ja, ik was er één vergeten. Hagen. Ja, maar die Smeets, ken jij die? Smeets, nee. Ik ook niet. Niks van. Wat is dat voor iemand dan? Ik heb geen idee, jongen. Hij is van één lokaal dan. Eén lokaal, oh, nou. En Schatterij heeft stijl, dus dat is de mijne nu. Ja. Met Marij, want die heeft cultuur. Niet dat ik zoveel cultuur heb, maar ja. En ze hebben 20 miljoen extra te besteden, hé. Hey. Denk je dat ze die nou... zijn nu al feest aan het vieren, hoor. Ja, maar die hebben maar heel weinig adviseurs en zo. Misschien dat ze ons kunnen, omdat wij heel dicht bij het volk staan. Dicht bij het volk en horen wat er leeft in de stad. In de stad, hier van Robea, van de Oude Arend, ook voor lekkere ontbijtjes. Ja, want als u iets wil weten van de stad, dan moet u bij Robea zijn, want die weet alles. Bij de Golden Eagle, ja. Hey. Ik zie nog weinig activiteiten met de veldloop. Jij? Ja, maar het wordt een beetje te warm, denk ik, Dick. Het ja, vandaag, wel, vandaag is wandeltocht, hè? Ja, maar dat schijnt nog mee te vallen. En dan morgen is de halve marathon. Maar ik heb begrepen dat er zo'n 100.000 mensen naar de stad komen. Nou, 100.000? Ja. Dat is het dubbele van wat we hebben. Ja, maar ja, het wordt goed weer, dus daar kun je wel even op innemen dat er veel volk... En jij doet de 5 of de 10? Nou, ik denk dat ik gewoon morgen even niks doe. Kunnen ze je niet op een steekwagentje meenemen? Ik denk zelfs dat ik niet naar de stad ga, want je komt dus nergens, hè. Alles zit afgesloten en... Maar vandaag denk je nog wel, want ik wil vanmiddag naar het voetballen en stroom. Ja, dat zal me wel lukken, denk ik. Dank je. Ken je Erik Boom? Morgen. Ken je Erik Boom? Ik kan wel Erwin Boom. Die loopt nou voorbij. Oh. Morgen! Maar dus... Zo, die loopt de volgende week weer voorbij. Die wacht daar op toe. Ja, niet daar verder. Ja. Nee, maar goed, ik denk dat het wel een beetje link wordt met zo'n warmte. Ja, voor die, goed, voor die lopers, hè. Zijn, hoor. Ja. Maar ik las al, Vicuri heeft al wat gedaan en er zijn extra waterposten en... Oh, ja, maar goed ook, jongens. Want ja, want ik heb al weer wat films gezien, kok ik wel moe van de films. Ja, jong, ja. Wat hebben we toch goed eigenlijk, Dick? Eigenlijk niet, wel, hè? Eens kijken, het zonnetje schijnt. Ik heb van de week eens even dat gevolgd op tv van die, hoe heet dat ook alweer? Songfestival. Ja, Songfestival, ja. Verschrikkelijk. Ja? Ja? Dat is het kijken niet waard. Nee, even naar de Tweede Kamer gekeken, naar die toeslagenaffaire. Ja, dan ga je toch huilen. 1650 kinderen uit huis geplaatst. Ja, daar word je toch helemaal triest En dan van. De VVD. Ik snap net dat die VVD nog überhaupt stemmen. Je moet toch echt geen lid meer willen zijn van de VVD. Nee, dan moet je toch kapot schamen. Diep schamen, ja. En daar doen ze ook niks aan. Dat meen ik zeker. Ja, Ruud zit te kijken van wat zeg je nou. Maar... Hallo. Oh. Ja. Maar ik vind dat vind ik echt hoor. Ik vind het echt diep treurig. Ja, ik ook. En die publieke tribune is leeggelopen, omdat ze niks mochten zeggen. Ik denk, ja, waar gaat dit over, Kok? Ja, waar gaat dit over dan? Die vertelde vanmorgen dat die nieuwe wethouders allemaal de man 5 coaches krijgen. Ja. Ik zie jou al ergens solliciteren en dan moet je coaches hebben omdat je aan... Ja. Daar zijn we mee bezig. Dan hadden ze beter ons 2 alle portefeuilles kunnen geven, Kok. Ja, dat had beter geweest. Ja. Maar er zijn nog konijnen te redden in het park, volgens mij. Heb je dat gehoord? Wie doet zoiets nou? De 5 konijnen? Ja, die breng je toch naar de kinderboerderij of zoiets. Die zijn steeds gekkere mensen. Jij had ook nog geschreven dat Blarre Jacum is weer veilig. Wat heeft dat te maken? Was er brand geweest of zo? Heb jij geschreven? Nee, die hebben ook zo'n plafond erin wat doorgaat. Oh, oké. Okay. En daar hebben ze daar niet de boeken houden van mensen kunnen houden. Dat hebben ze nou bij de Hulster gedaan. Dat was een onvoorstelbaar succes, hoor ik. Oh, okay. En nou is het Blarre Jacum, hebben ze weer wat. Maar ja, die platen liggen in het stadhuis ook. Dus als het stadhuis vandaag morgen in op het stadskantoor, dan hebben we ook een probleem. Ik mag het hopen. Wat ben je negatief vanmorgen? Nee, wie weet nog even hard onder de riem. Allemaal die kinderen, want ja, kinderen tussen haakjes, 15, 16, die doen allemaal examen deze week. Ja, dat zag ik. De afgelopen week en de komende week. Dat zag ik, ja. Die moeten we toch even zeggen, jongens, eraan. Godverdorie nog een toe. Ja, ja.
Toch? Ja, zeg dat maar even. Jij kunt dat. Nou ja, goed. Wij wensen jullie veel succes met het examen natuurlijk. Hè? Ja, dat vind ik ook, kinderen. Veel succes met het examen. Hè? Want die ouders die zijn vaak nerveuzer als de kinderen zelf. Dames en heren. Oh, we hebben de spreuk al. Is dat nu alweer? Ja, het is zover. We wensen u allemaal een heel fijn weekend. Veel zon. Gebruik zonnebrandolie. En stem op het velboeket. Ja. Van onze vriend van de show, Thijen Marijn. In de top 100, Limburgse top 100. Ja, en dan kun je onderaan invullen en dan kun je daar zonnebrandolie van Dick Evers invullen. Dus. En nu, dames en heren, is onze vermaarde dichter Kok, die heeft weer gisteravond wat gestuurd. Hij heeft zich weer overtroffen. Kok, aan jou het woord. Het is een spannende week. De Vennoep en de examens van onze kinderen of kleinkinderen zijn begonnen. Wij steken ze een hart onder de riem. Maar het gaat goed, zo vertellen onze bronnen. Het wordt te warm en is niet goed voor lijf en leden. Maar Kok en Dick hopen op een goede afloop, zodat zij rustig naar de finish kunnen schreden. Nou ja, jongens, hoe kijk je fijn weekend. Fijn weekend. Die hoeft niet meer opnieuw, hè?